In het groene Hechtel Exel, in de prachtige omgeving van het Kloosterbos, ligt deze ruime villa op een perceel van 12 aren. De woning werd gebouwd in 2003 en heeft een EPC-waarde van 147. Wie hier binnenstapt, komt terecht in een oase van licht. Wat hier onmiddellijk opvalt in deze woning is de as die je rechtstreeks naar de tuin leidt en waardoor je vanuit iedere leefruimte enorm tuincontact hebt. Vanuit deze woonkamer heb je onmiddellijk dat contact met de open keuken en met een apart, mogelijk af te sluiten, tv-kamer. Ideaal voor mensen met kinderen die kunnen daar fijn, gezellig spelen zonder dat ze in de woonkamer storen. Deze woning heeft een totale bewoonbare oppervlakte van 470 vierkante meter en is zeer praktisch ingedeeld. Via de zitkamer is er toegang tot de terrassen en de tuin. Dankzij de ideale ligging en de nodige luxe is het buiten vooral genieten. En dan kom je in een schitterende tuin, een oase van rust en groen. En wat bijzonder in het oog springt is de vijver. De twee overdekte terrassen die zowel in de zomer als in de winter kunnen gebruikt worden, omdat ze ook nog verwarmd zijn. Op de bovenverdieping is er de ouderlijke slaapkamer met ruim terras en zicht op de tuin. Deze kamer heeft een eigen badkamer, net zoals de twee kinderkamers. Daarnaast is er nog een aparte dressing en extra slaapkamer. Grote meerwaarde van deze woning is de mooie open zolder van 112 vierkante meter. Het is één grote ruimte, volledig afgewerkt en kan ingericht worden naar eigen behoeften als fitnessruimte of als kantoor. Meer info over deze en andere panden vind je op de website nicolejansen.be.